Nou zitten we in een samenleving waarbij de uitersten worden steeds verder uit elkaar gedreven. We hebben vandaag gezien dat Wilders is met een filmpje gekomen waarin hij de moslims een bepaald stempel opdrukt. En nu komt ook Baudet trouwens, islamische slavernij. Baudet zegt nu over, ook jullie dus, linkse coalitie is als herpes. Met linkse coalitie is altijd een beetje als herpes, zegt Baudet. Je bent er blij als je vanaf bent, maar het komt altijd weer terug. Dat is een waarschuwing die Baudet geeft aan zijn partner Leefbaar Rotterdam. Wat denk je, Lilian Marijnis, als je dit soort teksten hoort en ook zeg maar, het filmpje van Wilders ziet? Ja, ik heb dit nog niet gezien. Het nodigt me ook niet echt uit, moet ik zeggen, de kop en de titel om het te gaan lezen. Maar ja, zo'n filmpje als van Wilders vandaag ook weer, ik vind het walgelijk. Laat ik dat vooropstellen. Wat ik ook merk is dat ze gaan zich steeds meer overschreeuwen. Het gaat natuurlijk helemaal niet goed met Wilders. Het gaat in de peilingen niet goed. Hij heeft, lokaal heeft hij veel problemen. Er zijn zelfs PVV'ers die zeggen, ja, op het moment dat ik gekozen word, dan splits ik me meteen weer af. Nou ja, ik zou denken, waarom ga je er dan überhaupt nog op stemmen? Dus je ziet dat die steeds eigenlijk denk je, nou, nu is wel het moment bereikt waarop gekken kan het niet. Idioten kan het niet. Ja, en dan overtreft hij zichzelf toch weer. Ja, vind je het vervelend om dit soort dingen te reageren? Want je krijgt toch de reactie, het is verkiezingstijd. Dus ja, het is scherper, het is verneiniger. En dat is misschien ook wel de bedoeling van politiek. Dat je juist in die voorfase dat soort dingen juist roept om te kijken of je aandacht kan krijgen. Maar toch, reactie. Ja. Nou, je wilt niet dat dit normaal wordt. Dus we moeten dit blijven bestrijden. We moeten dit blijven veroordelen. Dat denk ik wel. Het nare is alleen natuurlijk, we zitten een paar dagen voor de verkiezingen. Je weet gewoon, hij doet het alleen maar om aandacht te trekken. En ja, inderdaad, hij komt met zo'n schandelijk filmpje op televisie. En wij praten er vanavond over. Ik zou het snel over die zorgen hebben weer, toch? Ja. Heel graag, ja. Zullen we eerst laten naar Rutte, want Rutte heeft er ook moeten reageren als premier. En Rutte zei over het filmpje van Wilders het volgende. Onsmakelijk. Volgens mij vindt de hele samenleving dit onsmakelijk. Ik geloof dat ik hier het overgrote deel van Nederland representeer als ik dit onsmakelijk vind. Ja, maar ben je politiek geïnteresseerd dat je dit zo roept of niet? Jawel, maar ja ik denk dat ik er minder verstand van heb dan deze mensen. Dus ik hoef er niet per se in te mengen. Maar het is meer, ik denk, ze komen hier om over de zorg te praten, over wat hij te vertellen heeft. Dat zou ik lekker doen. Ja, nou goed, actualiteit speelt ook altijd een rol natuurlijk. En actualiteit is iets waar je altijd ook op wil reageren.